vaak in dit podium, ik doe lezing. Ja, niet zo vaak, maar ik ga maar uit. Ik doe lezing over de piano. Ik ben al 2-3 minuten. Wat de piano is. Dat is een doodkist. Helemaal doodkist. Kijk. Niks. Maar die kinderen, en bijna iedereen weet, dat van dit doodkist het vingertjes kan veel doen. En voor de piano was verschillende andere varianten van de piano. Klavicimbal, net als zo, of fortepiano, of klavinet, of cembalo. En dit instrument is uitvinden rond 400 jaar geleden bij Bartolomeo in Italië. Niet veel mensen weten, ja, meestal heel wel, maar dat woord piano betekent niet dit. Het woord piano betekent zacht. En dat is omdat op die instrument kan spelen hard en zacht. Hard is forte, piano is zacht. En dan, van hoe kan muziek maken? Iedereen weet met vingertjes. En dynamiek is echt goed. Ik ben eerst, maar heel eerst. Ja? Ik maak impressie wat Bo speelt. Bo speelt een mooi liedje uit Spanje. En ja, van hier is van Spanje. Impressie van wat Bo speelt. En Bo speelt nooit in de hand. Dames,